Exodus 37. Bezaleel maakte de ark van acaciahout, 2,5 el lang, 1,5 el breed en 1,5 el hoog. Hij overtrok die met louter goud, van binnen en van buiten, en hij maakte er een gouden omlijsting omheen. Hij goot er 4 gouden ringen voor, aan de 4 voetstukken, en wel 2 ringen aan de ene zijwand en 2 ringen aan de andere zijwand. Hij maakte draagstokken van acaciahout en overtrok die met goud. En hij stak de draagstokken in de ringen aan de zijwanden van de ark om de ark te dragen. Hij maakte een verzoendeksel van louter goud, 2,5 el lang en 1,5 el breed. Hij maakte 2 gerubs van goud, van gedreven werk maakte hij ze, aan de beide einden van het verzoendeksel, 1 gerub aan het ene einde en 1 gerub aan het andere einde. Uit 1 stuk met het verzoendeksel maakte hij de gerubs op zijn beide einden. En de gerubs hielden 2 vleugels uitgespreid naar boven, met hun vleugels het verzoendeksel bedekkende en hun aangezicht naar elkander gericht. Naar het verzoendeksel waren de aangezichten der gerubs gericht. Hij maakte de tafel van acaciahout, 2 el lang, 1 el breed en 1,5 el hoog. Hij overtrok die met louter goud en maakte er een gouden omlijsting omheen. Hij maakte er een rand van een handbreedte omheen en een gouden omlijsting rondom haar rand. Hij goot er 4 gouden ringen voor en hij zette de ringen op de 4 hoeken aan haar 4 poten. Dicht bij de rand bevonden zich de ringen, als houders voor de draagstokken om de tafel te dragen. Hij maakte de draagstokken van acaciahout en overtrok ze met goud om de tafel te dragen. En hij maakte het gerei dat op de tafel behoorde, de schotels, schalen, kommen en de kannen, waarmee geplengd wordt, van louter goud. Hij maakte de kandelaar van louter goud. Van gedreven werk maakte hij de kandelaar, het voetstuk zowel als de schacht. De bloemkelken met knoppen en bloesems vormden 1 geheel daarmee. 6 armen staken uit zijn zijden, 3 armen van de kandelaar uit de ene zijde en 3 armen van de kandelaar uit de andere zijde. 3 bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm met knop en bloesem en 3 bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de andere arm met knop en bloesem. Aldus voor de 6 armen die uit de kandelaar uitstaken. Op de kandelaar 4 bloemkelken in de vorm van amandelbloesem met zijn knoppen en bloesems. Ook een knop onder het eerste paar armen die uit hem voortkwamen en een knop onder het tweede paar armen die uit hem voortkwamen. En een knop onder het derde paar armen die uit hem voortkwamen. Aldus bij de 6 armen die eruit staken. De knoppen en de armen kwamen uit hem voort, terwijl het geheel 1 gedreven werk van louter goud was. En hij maakte er de 7 lampen voor met snuiters en bakjes van louter goud. Van een talent louter goud maakte hij hem met al zijn gerei. Hij maakte het reukofferaltaar van acaciahout, 1 el lang en 1 el breed, vierkant en 2 el hoog. De hoornen vormden daarmee 1 geheel. Hij overtrok het met louter goud, het bovenvlak en de zijvlakken rondom en de hoornen. Hij maakte er een gouden omlijsting omheen. Hij maakte er 2 gouden ringen voor, onder de omlijsting aan de beide zijkanten op de beide zijden, als houders voor draagstokken om het daarmee te dragen. En hij maakte draagstokken van acaciahout en overtrok ze met goud. En hij maakte de heilige zalfolie en het zuivere welriekend reukwerk zoals een zalfbereider die bereidt.